Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, mevrouw. Wat ga ik vandaag doen? Een rode kool. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, makkie. Ik ga koken voor een gezin met 3 kinderen. En ik kook het zo dat ze het morgen op kunnen warmen. En ik had nog heel veel in de vriezer. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik van allemaal restjes 1 overgerecht maak. Zo, het zijn nogal wat restjes, geloof ik. Ja, dat is dus de rode kool die is aan het ontdooien. Dit zijn de burgers van de afgelopen barbecue. Mm-hmm. Bedankt voor alle leuke berichtjes. Dat vind ik heel leuk. En die andere dingen? Die zijn ook aan het ontdooien. Wat zijn dat? Ook burgers? Nee. Oh. Dat zijn risottoballen. Ah. Als ik risotto over heb, dan maak ik er van die ballen van. Dat zijn er natuurlijk veel te veel. Ja. Ik heb ook nog wat piepertjes. Okay. Die moet ik even tot leven brengen. Ik moet het wel koud aanleveren, maar alles wat je in de vriezer hebt gehad, is in principe slap. Dus ook al zijn die piepertjes gebakken, dan moet je ze wel altijd eventjes weer oppiepen. Ja, niet helemaal hard bakken, maar ik snap even weer knapperig maken. En hier zit in broccoli. Broccoli. Dat is niet van roodkool. Ik snap hem. En dit is gevroren, diepgevroren broccoli van de Albert Heijn. En dat heb ik eigenlijk altijd al in de vriezer. Dat is super lekker. Dat blijkt echt net vers. Is het natuurlijk niet. Ik geef het eerlijk toe. Maar als je dan toch uit de vriezer neemt, dan kun je heel goed dat nemen. Want het ziet er heel goed uit. Het wordt gewoon direct naar de oogst ingevroren. En daar proef je er veel van. Beetje zout erop. En dan... Dat kun je niet. Nou, dan ga ik alles even klaarmaken. En dan doe ik nog een beetje salade erbij. Dat gaat natuurlijk apart. Ik laat zo nog even een dressingje zien. En dan een kwartiertje. Dan is het klaar. Top. Beetje sla had ik nog over. En een paar tomaatjes. En wat peterselie. De broccoli is gekookt. Die heb ik gelijk koud afgespoeld. Anders kookt hij door. En dan moet niet, want de gare broccoli is niet lekker. Dat is niet fijn, nee. De hamburgers zijn gebakken. Dus hier doe ik de broccoli. Nou, dat wordt een keuzemaaltijd, geloof ik. Zie je? Ja. Je komt toch al stoom af, hoor, van die broccoli. Dat betekent dat niks. Dat betekent wel wat. Natuurlijk, het is nog een beetje warm, maar stop wel met koken, want ik heb ze koud afgespeeld. Dat zijn de eieren, die zijn ook nog warm als je ze hebt laten zien. Ah, oké. Okay. Het is maar even dat ik het weet, ja. Dat is een test, hè, Martie? Ja, je weet het nooit. Dit zijn de risottoballen, die zijn natuurlijk al gaar. Die zijn gemaakt van gare risotto met blokjes kaas. Maar allerlei soorten kaas zijn. Volgens mij heb ik het al een keer in de vlog laten zien. Mocht dat niet zo zijn en je bent er geïnteresseerd na, dan laat het me vooral ooit weten. Frituren doe je altijd in, tenminste ik, in slaolie, een centimeter diep in de pan. En dan verwarmen tot 180 graden en dan weet ik niet precies, ik heb wel een thermometer, maar die gebruik ik nooit. Ik gooi er gewoon een balletje in en als die bruist... Dan is het goed. En als die dan nog niet bruikt, wat doe je dan? Dan haal je hem eruit. Dan haal ik hem er weer uit. Oh, oké. Okay. Ik snap het. En je kunt burgers maken, dan heb je ze gelijk aan 2 kanten bruin. Maar ja, ik heb nu balletjes, dat vind ik leuker. En dan moet je ze natuurlijk even om en om draaien, zodat ze helemaal bruin worden aan alle kanten. Ik snap het. Even. Snap je het? Ja, ik snap het. Ja. Snap je het? Dan nog even de dressing. Die maak ik ook altijd in de lunchroom. Alleen nu doe ik iets minder, want het is voor eigenlijk voor 1 keer. Olie. 2 delen olie, 1 deel azijn. Honing. Kruiden, Italiaanse kruiden, Provençaalse kruiden, whatever, gedroogd. Klein theelepeltje. En zo'n koffielepeltje gerookte mosterd. En zout en peper naar smaak. Altijd. En dan in zo'n potje, dat is makkelijker, zet ondertussen de balletjes even uit, want die zijn wel klaar. In zo'n potje kun je gewoon schudden en dan
deeltje dressing zich wel weer. Want als je het echt met de staafmixer doet, dan maakt het hem helemaal homogeen. Maar als je het zo doet, nu is die gewoon goed. En morgen moet ze dat weer even doen. Ja, dan moet ze dat weer even doen. En dan ook even zeggen misschien. Deksel. Nou, ik heb dit zo vaak gedaan, dit is gewoon goed. Maar als je nou denkt, ja, te zuur, te zout. Ik vind altijd dat die iets te zuur en te zout moet zijn. Niet omdat Jay niet zegt, maar gewoon omdat het waar is. Maar je moet het doen zoals je het zelf lekker vindt natuurlijk. Ja, logisch. Duidelijk, mevrouw. En dan doe ik nog wat zoet-zuur erbij. Dat heb ik eigenlijk altijd wel in de koelkast. Eerst even de bootjes erover. Anders worden ze te donker. Die leg ik dus bovenop de aardappeltje. Voor de kindjes die dan geen balletje lusten. Die kunnen dan gewoon piepertjes nemen. Nou, dit is toch een feestje. Niet toch? En als zij dat morgen warm wil maken, kan dit gewoon in de oven? Ja, en dat is altijd met zo'n soort maaltijd. Ik doe er altijd aluminiumfolie over. En dan met aluminiumfolie in de oven schuiven, zodat het niet uitdroogt aan de bovenkant. En dan kan er niks gebeuren. Een kwartiertje is het eigenlijk wel warm. Die ligt ook een beetje aan je oven, maar met een half uurtje zeker. Oké. Dus dat is heel handig. En dit is gewoon vanuit de vriezer, jongens. Een mens heeft zoveel. Echt waar, hoor. Kijk. Niet te veel sap erbij, want dan wordt de sla helemaal slap. Dan is de sla slap. Het scheelt maar één letter, maar het is wel een wereld van verschil. Zeker. Slap, sla. Even folie over. Dit geven we erbij. Die pakken we goed in. Maaltijd voor vijf. Nou. En weet je wat ik nu ga doen? Nee. Too Good To Go ophalen. Oh, ik dacht dat ze gaat schrijven. De hoofdlied dus. Daar was ik. Ik zie het. Ik heb ook gewoon een boodschap. En de acetyl. Ja, dat lijkt zo. Dat is alleen de tas. Oh, oké. Die gewone boodschappen laat ik eerst even zien. Nou. Maar het is een hele, hele zware, hele volle Too Good To Go zak. Dus, blijf vooral kijken, want dat wordt spannend. Nou, brand maar los. Twee spuitrood. De cameraman en ik hebben namelijk besloten om deze week gezond te gaan eten. Dat is drinken, hoor. Ja, dat is gezond drinken. Oh. Wij doen dat altijd. Als je onze vlogs al langer kijkt, weet je dat we altijd in januari een detox doen. Dit is geen detox, maar we doen even weer een weekje gezond om van die sugar kick af te komen. Ja, ik rammel dan ook van de honger. Ja, is dat zo? Oh, ik lust al wat. Oh, oké. Okay. Nou, dat gaat goed komen. Maar het is zo, het slaapt er gewoon weer in. Je weet natuurlijk heel goed dat je het niet moet doen. Maar ja, nu eten we dus de hele week vooral groenten. Oké. Dan had je beter naar Lidl gekund voor de groentenbox. Ja, dat had heel goed gekund. Misschien doe ik dat donderdag wel. Oké. De boodschappen. Nou, leuk zeg. Die is gratis en er staan dus leuke receptjes in. Beter dan pinda's. Zijn pelpinda's. Ja, dan eet je wat minder, bedoel je. Daar ben je drukker mee en ze zijn niet gebakken en niet gezaagd. Ga ik nou wat te doen ook? Sperziebonen. Ik dacht aan broodjes vanmorgen, maar. Nee, oké. Go your gang. Broodjes vanmorgen, die zitten dan van de Lidl in zo'n zak. Ja, ik ben in de war. Ja, en we eten geen broodjes. Mijn brein functioneert niet zo goed als het kwijt. Nee, nou, ik merk het. Ook geen brood, in principe ook geen brood. We zitten niet helemaal strak op fase 1, want dan mag je ook geen fruit. En dat doen we wel, en yoghurt. Toastjes, niet voor van de week, maar voor later. Wat we dus wel altijd doen, is suikervrije dropjes. Oh ja, lekker. En ik had ook trek, dus ik heb er al één. Zie je wel. Wist het. Maar die helpen wel, hè, vind je? Nou, ik heb ze nog niet gehad, dus ik weet het niet. Je hebt ze toch eerder wel gehad. Oké. Een pakje roomboter. Boter. Ook met vet passen we een beetje op, dus dan heb ik dan één pakje wel genoeg. Is dat? Pindasaus, ook niet voor nu, maar het is wel handig om in huis te hebben. Want mijn grote vriend Ruben zei, en pindasaus is ook lekker bij de barbecue. Ik zei, ja, dat heb ik niet, jong. Maar nu dus wel. Komkommer. Solo knoflook. Vind ik heel fijn. Als je gek bent op knoflook. Bomboe voor nasi. Een van de weinige dingen die ik wel uit een pakje neem. Gaan we nasi eten? Soms. Deze keer niet, maar wel knoephoek ook. Wel lekker met een eitje erop. Ja, zeker. Dat is heel lekker.
Maar ik wil nog geen rijst de eerste dag. Zilvervlies. Cashewnoten. Want ik ben niet zo'n pinda-fan. Paprika. Die snij ik van mijn reepjes en die komkommer ook. En dan maak ik een heel licht dipsausje bij. Dan heb je toch iets te knagen s'avonds. Deze was heel erg afgeprijsd. Gruyère. Ook voor later. Echt, ziet er volgende week nog net zo uit. Maak je geen zorgen. Runderrookvlees, dat is heel lekker met een stukje ei erin gerold. Yep. Al boerenuitjes gehaald voor mij. Dus dat kan helemaal goed komen. Basmati of zilvervlies is het gezondst voor je. Dus basmati vind ik net iets lekkerder. Die heerlijke slavende hoofdvlies. Gemengde kropsla. Vind ik het lekkerst. Allemaal van die malse blaadjes. Een klein beetje rucola voor de smaak. Helemaal prima. Tomaatjes. Appels voor Marty. Lekker. Was op zoek naar nectarines, maar die hadden ze dus niet. Peertjes moeten toch langs wat wel een keer komen weer. Jawel hoor, die zijn er wel. Oh. Melk voor de cappuccino. Nog een dropje. Want dat is een nieuw soortje en deze vinden we altijd wel lekker. Gerookte zalm voor in de salade. Bouillonblokjes van Knorr. De makkelijkste en de lekkerste. Als je het niet zelf maakt. Tissues. Limoenen. Limoenen om te zoenen. Ja, dit is wel een vieze vette tegenvaller, maar de yoghurt is nog steeds op. Oh. En aangezien we deze week geen suiker nemen, kon ik niet de... Maar dat is volle yoghurt. Dit is volle yoghurt, maar de Griekse yoghurt is het nog steeds niet. Alleen met die had je ook magere yoghurt kunnen nemen, toch? Half vol, weet ik veel wat. Maar dit lijkt in ieder geval het meest op Griekse yoghurt. Oh, oké. Toch? Ja. Het is gewoon heel dun en zuur. Ik bedoel. Helemaal niks. Voor jou. Olijfolie. Met aloe vera. Hallo, hé Vera. Zonnebloemolie. En als laatste. Wortels. Bospeen. Ook lekker ruiken. Het wordt lekker knabbelen vanavond. Ja. Nou, top, top. En dit is allemaal 50 euro. Bij elkaar. En voor 5 euro. 1/10 deel. Ja. Dan heb ik deze zak. Nou, ik ben benieuwd. Kom op. 1, 2. 1, 2. Kippenpoten. Ga ik invriezen. Heel lekker. Stoven, de barbecue, whatever. Dit is een tapas schaaltje met serrano hamachtig iets. Ik kan het niet lezen, maar daar lekker. Lijkt het. Kost dat normaal 5 euro? Nee, dat staat er niet. 5 staat er. Het was 3 voor 5. Oh, oké. Okay. Zijn die tapasjes? En nu was die afgeprijsd naar 1,29. Maar zoals gezegd, ik heb de hele tas voor... 5 euro. 5 euro. Kijk eens. Yoghurt zeker. Yoghurt. Echt waar? Van Ala. Biologisch, oké. Okay. Heel logisch. Maar heel... Hij is prima natuurlijk, ja, hè, yoghurt. Ja, zeker, zeker. Geen probleem. Gebraden gehakt. Beetje moeilijk. Kan het ook invriezen, want dat is natuurlijk een beetje vet. Chorizo, zelfde laken pak. Chorizo, ja. Chorizo, zou ik iets zeggen. Maar dat kan je heel goed uitbakken. Kan ik ook invriezen. Kan ik gewoon later gebruiken. Nou jongens, wat een goede box zeg. Een Caesar kipsalade. Maaltijdsalade. Oké. Okay. Dat is wel goed. Nou, er zit zelfs een ei in. Dat vind ik raar. Ja, dat vind ik raar. Gepeld en al? Ja. Oh, nou, dat doen we wel nieuw hoor. Ja, dat denk ik ook. Niet lekker. Oh, hierom is die zo zwaar. Kijk eens. 2 kilo aardappelen. 3 kilo. Oh. Man, man, man. Malta. Nou, wel prima. Deze week eten we geen aardappelen ook, maar wel zoete aardappel. O, kijk aan. Zoete aardappelfrietjes. Dat hebben we al eerder gedaan. In de oven kan je dat doen. Lekker kruiden. Ze hebben rekening met je gehouden, zie ik. Ja, grappig hè. En... Wokgroenten. Oh, prima. Perfect natuurlijk. Ja. Voor deze week. En als laatste, Martin's favorite, geitenkaas. Geitenkaas, lekker. Spekje eromheen, heerlijk. Heerlijk. Nou, kijk eens aan, jongens. Ja, dat is mooi. Een goede box, hè, voor 5 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 dingen, 50 cent per stuk. Het is niet normaal. Hartelijk dank, Hoogvliet. We gaan er lekker van eten. Ja, en de volgende vlog kun je horen hoe dat allemaal gegaan is met dat gezond koken en zo. Nou. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doeg!